Dit is Trudo FM. Evelyn van Roxy Music hier op Trudo FM. En ondertussen is de prins en de prinses weg. En staat er nog een andere prinses bij. Ja, Joris, help me uit de nood, want ik kan het hier echt niet meer volgen wat hier vandaag gebeurt. Wel, Tim, Elte en Anne en Christophe zijn gelukkig nog altijd bij ons. Maar ze hebben even plaats gemaakt voor twee andere mensen die heel belangrijk zijn in de Frozen Weekend. Eerst gaan we Geert aan het woord laten. Hij is de eigenaar van de speelfabriek waar het allemaal te doen is. En daarnaast hebben Jolien, zij vertegenwoordigt Daniek, één van de drie kinderen die, waarvoor geld ingezameld wordt. Een meisje uit Sint-Truiden dat ernstig ziek is. Welkom hier in het derde gedeelte bij dit interview bij Trudo FM. Goedenavond. Geert, we gaan eerst even bij jou beginnen. Jij bent de eigenaar van de speelfabriek. Vertel eens even, wat is de speelfabriek precies? De speelfabriek is een indoor binnenspeeltuin. Is het iets makkelijker om te wandelen. De speelfabriek is een indoor binnenspeeltuin voor kindjes van 1 tot 12 jaar. Dus kort samengevat, dus waar de kindjes hartelust kunnen ravotten. Ja, een indoor binnenspeeltuin, hoe moet ik me dat voorstellen? Glijbanen, ja, zand? Glijbanen, klimkooien, minidisco, bobsleebaan. Ook voor alle kleintjes van 1 tot 2, 3 jaar is er ook een mini klimkooi eigenlijk, een grotere klimkooi, dus eigenlijk voor alles voor iedereen eigenlijk. Ja, het is eigenlijk geen fabriek, maar het is een speeltuin. Het is eigenlijk een oorspronkelijk een verffabriek dat nu al een jaar of, goh, ik denk 15 ongeveer, 20 jaar een binnenspeeltuin is, door verschillende mensen uitgebaat. En nu, sinds een goed jaar, ben ik er nu de uitbater van. Ja, fabriek is eigenlijk, omdat het vroeger een fabriek geweest is. Vandaar komt de naam. Ja, speelfabriek inderdaad. Ja. Ja, en hoe word je eigenaar van een binnenspeeltuin? Is dat een apart verhaal? Ja, door te verhuizen naar Diest en met mijn kinderen naar de binnenspeeltuin willen gaan, al een paar keer gesloten. Ik zeg, ja, op een bepaald moment te huur over te nemen. Ik zeg, ja, waarom niet? Ik hoor hier eigenlijk hetzelfde verhaal als juist bij Elsa. Ja, voilà. Dus, en daar ook niet aan haar trekken kwam en dan zei van, ik word zelf maar prinses. Ja, voilà. Ik word dan prins, hè. Nee, maar ik had altijd wel een interesse om mijn eigen binnenspeeltuin te hebben, sowieso. En toevallig wou dat het vrij stond. En dan na veel weken en wegen toch overlegd van met bepaalde mensen, dan ervoor gegaan natuurlijk. Hè. En hoe lang ben je ondertussen al eigenaar? Een goed jaar. Iets meer dan een jaar. Ja, en wat is jouw taak precies? Zorgen dat het draait, hè, natuurlijk. Delegeren. Hoeveel man personeel werkt? Eén halftijd en de rest met studenten voornamelijk. Ja, en kan er ook iets gegeten worden, iets gedronken? Excuseer me, er kan iets gegeten worden. Momenteel eventjes niks, wegens geen kok. Maar de bedoeling is dat het binnen een maand terug spaghetti, lasagne, de gewoon alledaagse dingen eigenlijk in een binnenspeeltuin kan benutigd worden. En wat gebeurt er in die fabriek? Kinderen komen daar, kinderen kunnen daar spelen, ze betalen inkom? Ze betalen 8 euro inkom. Tussen 1 en 2 jaar betalen ze 5 euro, onder de 1 jaar is het gratis. Kunnen ze een hele dag spelen, krijgen ze een stempeltje, mogen ze binnenkomen, buiten gaan, mogen ze voorlopig hun eigen eten meebrengen, eigen drank ook meebrengen, geen enkel probleem. Ook toegankelijk voor scholen? Ja, voor scholen. We hebben vandaag ook nog een school gehad uit Mol, van een 140 kindjes. Dus die komen ook een hele dag spelen. Dus we hebben scholen van Antwerpen, van Limburg uiteraard, van Brabant. Dus die de weg vinden naar ons. En ideaal natuurlijk als het slecht weer is. Je hebt, Voor mij is slecht weer inderdaad regen. En dat is inderdaad... Enfin, goed weer is slecht weer bij mij. Daar komt op neer. Dus slecht weer is goed weer en goed weer is slecht weer. Nee, inderdaad. Dus nu is mijn periode dat gaat aankomen. Ja. Ja, en op welke leeftijd richten jullie zich precies? 1-12-jarigen. 1-12-jarigen. Dus eigenlijk heel de lagere school kan er terecht, inclusief ook de kleuterschool. Ja, absoluut. Je hebt de samenwerking met de Frozen Weekend op een bepaald moment aanvaard. Wat was jouw grootste motivatie daardoor? Hoe is jullie contact gekomen? Een beetje hetzelfde als bij Elsa eigenlijk. Het verhaal dat ik hoorde van Danique onder andere en andere kindjes. Ja, je kunt natuurlijk niet voor iedereen, dat is onmogelijk natuurlijk. Maar je moet een bepaalde keuze maken en ik zeg van ja, als ik kan helpen, waarom niet? Allee, ja, en zeker, wat zal Jolien wel uitleggen straks, wat ze allemaal doet. Dan had ik zoiets van ja, oké, als ik al eens maar 1% kan helpen, het is toch 1%. En dan gaan we ervoor. Ja, jullie krijgen daar morgen dan groot bezoek. Worden daar dingen anders voor ingericht? Of hoe zal het eruit zien? We gaan vooral Frozen uiteraard, wat versiering doen van Frozen. Ook een tombola, er is ook een tombola voorzien. Per lotje moet je 5 euro betalen. Heb je altijd prijs en daar gaat ook een deel van naar dat weet ze nog niet, maar daar gaat ook een deel van naar Jolien. Voor de rest meet en greet met Elsa natuurlijk en Anna.
komt gewoon kijken en dan zie je het gewoon. Wat is de inkom morgen? Morgen is de inkom 12 euro. Tussen 1 en 2 jaar is 6 euro. En ja, omdat er ook een deel naar het goed doel gaat, daarmee dat mijn inkom iets hoger is. Maar tenslotte, ja, ik moet er ook wel met mijn onkosten uithalen. Uiteraard, dat is mij ook logisch. Dus, maar ik denk dat de mensen dat wel gaan begrijpen. Er is ook een echte sneeuwuil aanwezig ook die dag. Leg eens uit. Leg eens uit, is gewoon dat is meer op initiatief van Christophe en Elsa. Een sneeuwuil die ja, dat ik het ook kunnen bij foto op foto gaan. Ook een van de figuren die, ja, die voilà, aanwezig zal zijn. Dus ik zou zeggen, allemaal komen gewoon. En waar is het te doen morgen? Leuvense Steeweg 97A in Diest, recht over de McDonald's. Ja, en niet alleen morgen, ook zondag. Zondag en het weekend, en het weekend erna. Zoveel succes. We hopen het. Dus dat is de bedoeling. En Danny kan er helemaal wel bij varen. Dus, voilà, dat is natuurlijk het belangrijkste. Voilà. Het adres heb je net al gezegd. Is er ook een website waar dus, mensen terecht kunnen over nemen? Website is speelfabriekdiest.be. Facebookpagina ook, de Speelfabriek Diest. Daar kan je ook zoveel mogelijk liken. En daar is ook een link met Elsa ook. Dus we werken daar ook samen in. Dat kan je ook op, of anders googlen, kan je ook virtueel binnenkijken. Als je op Google gaat, de Speelfabriek Diest, kan je binnenkijken ook. Wel, allemaal heel interessant. Als ik een beetje jonger was, ik kwam zeker en vast. Je mag altijd komen. Dus, maar als ik kom, dan is het voor bij Elsa op de foto. Okay. Dus, dat was fijn. Voilà. We gaan even dit interview onderbreken. Zo dadelijk laten we Jolien aan het woord. Zij gaat het hebben over Daniek, één van de kinderen, van de drie kinderen waarvoor het geld wordt ingezameld. Tot zo dadelijk. Tony DeBart en The Real Thing hier op Trudeau FM. En ondertussen zijn onze gasten er nog steeds bij, Joris. Zo is dat. En in het laatste gedeelte hebben we hier vandaag iemand minder dan Jolien bij ons te gast. En Jolien gaat het even vertellen over Danique Kanjer, een van de zieke kinderen, een meisje uit Sint-Truiden, waarvoor de Frozen Weekends georganiseerd worden. Welkom ook erbij, Jolien. Jolien, kan je eens even het verhaal van Danique kort vertellen? Ja, om het heel kort te maken. Danique is een meisje van 4 jaar oud. Zij heeft een hersentumor en deze is 7 keer uitgezaaid. Ze is momenteel wel uitbehandeld. In december volgt er nog een gesprek. En dan zien we wel hoe het nog gaat lopen. Maar voorlopig is ze uitbehandeld. Dat wil zeggen dat het niet zo goed gaat met Annick? Naar omstandigheden gaat het toch wel vrij goed. Ze eet wel niet en zo, maar ze is nog altijd heel vrolijk. Ook mede dankzij haar idole, K3. En we zien wel wat er gaat komen. We blijven wel positief. Ja, welke band heb jij precies met Danique? Danique is mijn allerbeste vriendinnetje. Zij is ook eigenlijk een soort van familielidje. Want ik koop heel veel cadeautjes en haar mama zegt altijd dat ik de suikertante ben van Danique. En dus. Het geld is hard nodig, heel hard nodig. Zowel voor Danique, maar ook voor de andere twee kinderen. Ja. Heb je een idee, het geld dat verzameld zal worden, dat naar Danique gaat, waarvoor dat het precies zal ingezameld worden? Wat er precies met dat geld gaat gebeuren? Is daar al een bestemming voor bekend? In de eerste instantie is zij op 18 januari jarig. En dan zouden wij heel graag een Frozenfeestje willen geven. Alleen zouden we dan niet een klein feestje willen houden, maar een heel groot feestje, omdat we ook niet weten of Danique haar volgende verjaardag zal halen. En op dit moment is dat nummer 1 op de planning. Ja, en een groot feestje. Ik denk dan zeker en vast dat Elsa, Anna en Christopher zullen zijn. Maar hoe zien jullie het dan verder? Ja, we hebben een paard en koets en daar zijn we aan het regelen. En een hele grote zaal en heel veel vriendinnetjes en nichtjes en noem maar op. Maar het kost allemaal heel veel geld. En dat geld zal op 18 januari aan haar besteed worden. Zeker en vast een heel mooi doel voor Danique. Want weet ze zelf dat er zo'n dingen voor haar georganiseerd worden? Is ze daar al, heeft ze daar enig idee van? Nee, ze komt eigenlijk altijd uit de lucht gevallen. Dus het is allemaal wel een verrassing. Dus ik hoop dat ze dit nu niet ziet. Maar dat komt wel goed. Heeft ze de Frozen Helden al ontmoet eigenlijk? Nee. Dat zal ook wel eens mooi zijn natuurlijk. Om ja, dat te ze doen. Gaat wel binnenkort via Make-A-Wish naar Disneyland. En dan zal ze ook wel Anna en Elsa ontmoeten. Maar ja, het is toch altijd leuker als ze op een feestje aanwezig zijn en de hele dag tijd kunnen maken. Inderdaad, en zonder dat zij het weet als het een verrassing is. Hè. Ja. Zal ze er zelf ook bij zijn dit weekend of volgend weekend? Nee, zij gaat dit weekend voor Make-A-Wish besprekingen doen. En volgend weekend, dat is altijd een beetje aftasten en zoeken hoe het dan met haar is. Dus
Dus. Ja, misschien ook nog even een vraagje aan Elsa die erbij staat. Gaat er één van de kinderen aanwezig zijn? Heb je daar enig idee over? Silke, die kan ik ook, want die ligt dus nu in het ziekenhuis. Die krijgt momenteel haar beenmergtransplantatie. Maar Eline, dus het meisje met haar leverziekte, die gaat morgen aanwezig zijn. Ja, en die daar krijgt een meet and greet met ons. Dat weet ze nog niet. Wel, bij deze hebben we hier al meteen een primeur. Ik dank je ontzettend, Jolien, voor deze toelichting. En ik zou zeggen, zeker en vast afzakken morgen, zondag en het weekend erop naar de speelfabriek in Diest. Daar gaat het allemaal te doen zijn. Allemaal voor het goede doel. De Disney-figuren Elsa, Anna en Christophe zullen er aanwezig zijn met meet and greet. En ze zullen ook zingen, hebben ze mij beloofd. Dus ik kijk er ontzettend naar uit. Dankjewel allen voor de komst hier naar de studio in Sint-Truiden bij Trudeau FM. Dag. Dit is Trudeau FM. Trudeau FM.